16 maart 2022 waren er gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels is het ruim een jaar verder. Tijd om terug te kijken op dat afgelopen jaar. Dit is Raadsreflectie. En bij ons aan tafel Marco Oudshoorn van de VVD. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we zijn een jaar verder. Hoe kijkt de VVD terug op dat afgelopen jaar? Met veel plezier. Het is wel zo dat we met enige teleurstelling begonnen. We hebben een zetel verloren en dat vonden we jammer, want 4 jaar daarvoor hebben we gewoon 4 jaar hard gewerkt met goede mensen. Maar ja, dat gebeurt en we zijn weer vol gas aan het gegeven. En nemen we deel aan de coalitie, want de VVD loopt niet weg voor bestuursverantwoordelijkheid. En we hebben Ria Boeren op een hele mooie portefeuille. Deed altijd financiën, maar nu RO. Ruimtelijke ordening. En dat raakt gelijk aan ons credo. Bouwen, bouwen, bouwen. En waarom is het dan inderdaad beter dat Ria op bouwen zit in plaats van op financiën? Nou, financiën is natuurlijk heel algemeen. Daar heb je natuurlijk met alle disciplines te maken. Maar het was ook haar keuze dat ze na zoveel jaar is een andere portefeuille wilde. En een wethouder die niet VVD gebonden was, die had natuurlijk nog wel het coalitieakkoord achter zich. Die had dan ook nog steeds het VVD-geluid kunnen laten horen, toch zeker? Nou ja, kijk, het VVD-geluid is eigenlijk een liberaal geluid wat je eigenlijk heel breed hoort. Ook bij gemeentebelang, leefbaar, dat zijn over het algemeen liberale partijen. Het blijkt ook altijd dat wij met landelijke verkiezingen de VVD de grootste is. Ja, behalve als een keer een BBB meedoet of Forum voor Democratie. Maar over het algemeen, is het liberale geluid wordt in deze krimpende markt wel luid gehoord. Nou, Ria dus op een mooie positie. Zijn er nog meer dingen in het afgelopen jaar gebeurd waarvan u zegt, het was een echt VVD-moment, daar ben ik trots op? Nou, kijk, je doet het natuurlijk met z'n allen in een coalitie. Ik bedoel, met 3 zetels van de 31 is niet zo dat wij dan precies al onze stokpaardjes kunnen uitventen. Dus wat doe je? Je kan moties indienen in de gemeenteraad. En bijvoorbeeld hebben we op jeugdparticipatie, we vinden jeugd namelijk heel belangrijk. Hebben wij weer het punt ingebracht van een kinderburgemeester. Dat willen we graag hebben. Nou, deze burgemeester heeft gezegd, wacht nou even op de nieuwe die binnenkort komt. En die kan dat dan oppakken. Dus dat is toegezegd dat we daar dus eind 2023 gas op gaan geven. Zodat op 6 januari, als de nieuwe burgemeester benoemd wordt, daar gelijk mee verder kunnen. Want ja, mooi gezegd is jong gespuis in het gemeentehuis. Maar je moet gewoon jeugd zoveel mogelijk betrekken bij de politiek. Nou ja, alvast bedankt dat u bij de klankbordgroep wil zijn. Die natuurlijk ook een jongere stem wil laten horen. Los dan van de kinderburgemeester ook nog verder. Nou ja, we hebben natuurlijk met dat wonen, waar we het net over hadden, heeft onze fractievoorzitter Pascal Zuiderwijk een motie ingediend over betaalbare woningen. Dus koopwoningen en ook middenhuurwoningen. Het is heel belangrijk dat die gebouwd worden, want dan krijg je ook die doorstroming uit het sociale huurwoning. Er zitten ook heel veel mensen die het niet weg kunnen, die misschien wel willen, maar dan een alternatief hebben. Zodat je dus weer ruimte krijgt in die sociale woningbouw. Ja, als ik dan even mag onderbreken, u heeft dat ook genoemd in uw verkiezingsprogramma. Toen noemde dat scheef wonen. Ja. Hoe groot is dat probleem, denkt u? Dat is moeilijk precies de vinger erachter te krijgen, want er zijn het ook heel veel. Mm-hmm. Maar tot het een fenomeen is wat landelijk zeer bekend is. Ja, om je heen hoeft je ook maar te kijken in huurhuizen. Dat je denkt van mensen, ja, die wonen er al 30 jaar. In Amsterdam werd op een gegeven moment bedacht, die mensen moeten verplicht eruit naar 10 of 15 jaar. Maar de VVD is niet van verplicht of wat dan ook. Als je de voorwaarden schept dat zoiets natuurlijk kan ontwikkelen, is dat veel beter. Oké, dus die wonenmotie die was ook... Die is inderdaad aangenomen en daar wordt nu ook... nu zijn we natuurlijk heel druk bezig met de woonvisie. En om te kijken ook natuurlijk, ja, die 3000 woningen die er gebouwd moeten gaan worden de komende jaren. Ja, waar zet je ze neer? En dat is heel lastig met toch wel bijvoorbeeld in de provincie een coalitie die er nu zit met PvdA gedeputeerde op dat dossier. Buiten de contouren mag er helemaal niets gebouwd worden. Nou, dat is
vinden wij, en dat is niet meer houdbaar. Als je zoveel, we hebben nu eenmaal, er zijn ook asielzoekers, er zijn statushouders, er komen heel veel mensen. Je moet gewoon bouwen. Ik bedoel, en dat is, jaren wordt er over gepraat. Maar als je nou eens een keer beslist om elke, ik bedoel, elk dorp, elke Schoonhoven is bijvoorbeeld ontstaan aan een klein riviertje. En dat is uiteindelijk, je gaat altijd in het groen bouwen. Ja. En we hebben hier 160 vierkante kilometer. Hè, dus ik snap niet tot daar zo, zo moeilijk over gedaan worden. Ja. Zijn er genoeg vogeltjes? Ja, er zijn redenen voor. Die kunnen andere partijen beter uitleggen dan ik kan. Ik moet natuurlijk onpartijdig hier blijven. Ja, maar het wonen staat dan op de agenda. En de kinderburgemeester. Dan nog andere dingen voor het komende jaar waarvan u zegt, daar gaan wij ons voor inzetten? Ja, zeer zeker. Vooral de beteuger van het sociaal domein. Die kosten die daar gemaakt worden. Ik geloof van 161 miljoen de begroting die we hebben. Een hele krimperig waard. Gaat 67 miljoen naar het sociaal domein. En heel, vandaag heel toevallig heeft ook staatssecretaris Maarten van Ooyen, ChristenUnie, bepleit van jongens, het kan zo niet langer meer met de jeugdzorg. 25 jaar geleden was 1 op de 27 had te maken met jeugdzorg en nu is het 1 op de 7. Nee. En, bedoel, en die motivatie die je er ook bij had, of van soms kan je niet alles wat in het leven goed gaat als je alleen bent of je hebt stress of wat dan ook. Ja, de overheid is geen geluksmachine, weet je wel. En je kan heus wel eens een keer in je leven een keer een dip hebben en dan kom je ook weer sterker uit. Ja. Waarom dan nog gelijk bij een hulpverlening vast te leggen of in de hulpverlening daarvoor in te schakelen. Ja, dat kan gewoon dus niet, financieel gewoon, niet. Weer jeugd met een ruggengraat kweken. Nou, nee, die hebben ze ook wel. Alleen, het wordt te gauw, wordt het zeg maar, Tot het iets is wat waar iets aan gedaan moet worden. Terwijl je als je bijvoorbeeld zo'n jongere die alleen is in contact brengt met een voetbalvereniging of andere dat soort dingen. Dan kunnen ze veel beter. En dan hoeft het niet gelijk tot weer een psycholoog of een psychiater of dat soort zorg ingeschakeld moet worden. Ja, er zit allicht wat in. In uw verkiezingsprogramma had u het ook over kosten sociaal domein, kosten van de zorg ook. Maar daarbij u zei ook, mantelzorg moet een beloning tegenoverstaan vanuit de gemeente. Hoe kunnen we dat dan met elkaar rijmen? Nou, de mantelzorg is natuurlijk iets wat in principe beloning moet gefaciliteerd worden. Kijk, als het op een gegeven moment iemand te zwaar heeft, tot heeft met die mantelzorg. Want het is natuurlijk loodzwaar als je gewoon 24-7 voor je man of voor je vrouw moet zorgen. Dan vind ik wel dat daar de maatschappij ook wel iets tegenover kan stellen. Door inderdaad af en toe die zorg over te nemen. Maar dus dan zo. Ik heb het nu over jeugdzorg. Hè? Ja, nee, maar verschillende soorten zorg. Dit is het sociaal domein uitgebreid pakket, heel veel facetten. Ja, ja. Maar u zegt dus wel kosten omlaag. Maar de mantelzorgers die zouden een klein extraatje mogen hebben. Misschien in de vorm van dat we als gemeente het overnemen of. Nou ja, hulp waar hun dat willen, weet je wel. Het is niet zo, er wordt geen uurtarief aan gekoppeld of zo. Ja. Maar het sociaal domein uitgaven is natuurlijk zo veel en zo complex. Maar ja, tot daar zoveel. Kijk, het geld kan maar één keer uitgegeven worden. Dus ja, dan moet hier gewoon op bezuinigd worden. Op een goede manier. Ja, het is niet zo dat mensen zelf de scootmobielen in elkaar moeten gaan zetten. Maar ja, het moet gekeken worden. En ik ben blij dat vandaag net toevallig ook dat van de heer Van Ooyen zo'n heel rapport uitkomt. Of dat hij daar toch wel zijn bespiegelingen over geeft. Kijken waar toch weet nog ik net dus kantjes vanaf kunnen. Nou ja, we hebben ook, dat doen we bij alle partijen, het verkiezingsprogramma vaker doorgenomen. Hij is al hier een paar keer naar voren gekomen. Nog wel dan een andere vraag over de drugsproblemen binnen de Krimpenerwaard. U noemde het destijds een poldermaffia. Nou, wat gaat er dan tegen die maffia gedaan worden? Kijk, dat is die ondermijning natuurlijk, hè, waar je mee te maken hebt. En dat is natuurlijk iets wat ook landelijk gewoon gelukkig ook de nodige aandacht krijgt. Dankzij de VVD hadden we 3 jaar geleden hadden we een motie ingediend voor €75.000 voor automatic number plate registration palen. Dat waren palen die dus bij de 3 ingangen van de Krimpenerwaard neergezet werden, waardoor de politie kon scannen van als er dus kentekens waren die dus bekend waren bij hun. Nou, dat blijkt een hele goede remedie te zijn om na diefstal of wat dan ook, of wat voor wat er ook gebeurd is, om op te sporen. Ik bedoel, dat is iets wat toen toegekend is, heel mooi. Maar de politie besloot al heel zelf, we gaan dat zelf betalen en bepalen waar ze neerkomen. Dus er bleef die €75.000 over. En die is er ingezet voor 1 FTE op ondermijning.
En dat hebben we dit jaar dus structureel gemaakt, tot het dus de komende jaren echt één ambtenaar zich volledig bezig ging houden met ondermijning. Dus tegen de hele poldermafia staat één ambtenaar tegen ondermijning? Nee. De politie heeft daar heel veel aandacht, maar dat is net zoals zeg maar als een... En de agent, zoals dat vroeger was, een bekeuring uitschreven, volgens 35 minuten of nog langer dat allemaal uit zat te schrijven en te doen. Kan politie, opsporing, dat soort dingen. En deze ambtenaar kan ondersteunen met het gedeelte, wat je administratief afhandelen, juridische zaken, dat soort dingen. Wordt dit ook nog uitgebreid, denkt u? Ik denk dat het helaas wel moet, inderdaad. Ja. Want dat is natuurlijk, ondermijning is natuurlijk heel breed. Ja. Wat hier natuurlijk speelt op landelijk gebied. Van ja, veel boeren schuren. Je kan het ook heel gauw, als het wat minder gaat met je bedrijf. En er komt een loose iemand aan en die biedt je even 50.000 euro in de maand om het schuren gebruik te maken. Dan kan je daar soms wel eens voor zwichten, inderdaad. En dat soort dingen. Ja, dat is problematiek die ik niet verzin, maar die er gewoon is. Maar die ondermijning, want we begonnen met een drugsprobleem. Die ondermijning is dan een oorzaak van het drugsprobleem of een... Nee. Ondermijning is natuurlijk de vermenging van zeg maar... De bovenwereld en de onderwereld. Ja, zoals dat... Hoe komt dan de drugsproblematiek daarin? Want meerdere partijen zeggen ook, er is een drugsprobleem hier. En dat zei u destijds in uw verkiezingsprogramma ook. En ja, we zijn nu een betoog over ondermijning aan doen. Ja, maar bijvoorbeeld door die plantages. Die dus bij die, dat is dus de link met het boerengebied en het FDA om dat die ondermijning tegen te gaan. Drugsproblematiek op zich, van jongeren tot die gebruiken en daargaande politiek, ja, daar moet je natuurlijk ook op letten. Alhoewel volgens mij het probleem er wel is, natuurlijk, maar die is niet zodanig nieuw of met zodanig groter geworden als zeg maar 10 jaar geleden. Oké. Okay. Andere onderwerp uit uw verkiezingsprogramma, de vitaliteit van de kern en daardoor moeten alle kernen goed bereikbaar zijn. Ja. Wat kunnen we daarvan verwachten voor de komende tijd? Nou, dat is wel een mooi. De jeugdraad, of de jeugd heeft toen ook met moties die omarmd zijn door andere partijen van er moeten meer bussen rijden. En het is algemeen aangenomen en wordt ondersteund. Alleen ja, ik vind het heel vervelend om te zeggen, maar dat gaat gewoon niet lukken. Ik bedoel, en dan kan je het wel beloven, maar er gaan geen bussen meer om het kwartier. En het mooie was, gisteren was er nog een onderzoek bekend geworden, dat 7 of bijna 90% in het buitengebied gewoon tevreden is met de bereikbaarheid. En ja, je weet waar je gaat wonen. En je kan ook niet verwachten, ik bedoel... tot de midden in de nacht 3 bussen nog rijden, omdat je ze nodig wil gaan stappen in Den Haag. Ja, oké, maar goede bereikbaarheid is meer dan alleen bussen, neem ik aan. Het gaat ook over... Maar het ging wel over de jeugd praten. Ja, de jeugd heeft zorgen over bussen, maar ja. De algemene inwoner die heeft misschien meer zorgen over aanrijdtijden van de auto, omdat er altijd file staat, of die denkt van joh, ik wil vaker de IJssel over. Waarom is er niet een brug of een oeververbinding bij Krimpen aan de Lek? Zullen we op dat dossier ook nog wat zien? Dan ben je heel goed bij de VVD natuurlijk. Wij hadden een paar terug. Met Ria Boeren heeft ook enorm daar de lobby voor gedaan om een brug tussen Ridderkerk en Krimpen aan de Lek. En daar zijn we heel veel, heel ver mee gekomen, maar uiteindelijk is het geld naar een brug in Rotterdam gegaan. Maar het was hier in de Krimpen waard niet breed gedragen. Tenminste, wel breed gedragen. Alleen niemand wil dat die brug daar komt. En we hadden daar ook dan gelijk huizen moeten gebouwen. Ja, het is nog steeds zonde dat dat niet gebeurd is. Dat is een beetje een niet in mijn achtertuin probleem. Want iedereen wil het wel, behalve als het in de buurt staat. Dat klopt, ja. Nou ja, dat heeft toen nog een crisis in de coalitie. Maar laten we het daar niet over hebben. Het is zo dat het altijd onze aandacht hebt. Die bereikbaarheid, tuurlijk. Gelukkig is toen die brug niet doorgaan. Wel 90 miljoen gekomen om de Algedaar-corridor te ontwikkelen. En de nieuwe kruising in Krimpen en IJssel is daar, eigenlijk valt daar buiten. Het is eigenlijk meer het gebied als je de brug over bent. Nou, wordt een brug erbij, nou, dat was een brug te ver. Maar hij wordt wel aangepast en vooral ook die wegen daarna. Dus dat is dan toch eigenlijk door die lobby van mevrouw Boeren tot stand gekomen. Okay. Mede door, hè? Ik bedoel, je doet het nooit alleen in de politiek. Maar de VVD heeft zich daarvoor goed ingezet. Nou, hopen dat de VVD zich de komende tijd ook blijft inzetten voor goede verbinding, voor goede woning. Bedankt voor uw komst. Ja, graag gedaan. Tot zover de reflectie.
En bij ons aan tafel, Ad Struijs van de ProKnip van de Waard. Ad, welkom. Ja, dankjewel. Ja, als we terugkijken op het afgelopen jaar, hoe vaar jij dat jaar dan? Wat zie jij als je terugkijkt? Nou, als ik terugkijk het jaar, kijk ik altijd naar de verkiezingsuitkomst. En die was voor ons erg goed. Dus we hebben de afgelopen vier jaar uitstekend gepresteerd. Dat is gewaardeerd door de kiezer. Dus we hebben nu volle 3 zetels en we hadden bijna een 4e zetel. Maar we hebben in Nederland een heel raar kiesstelsel. Ik dacht tenminste, als je veel reststemmen hebt en die de meeste heeft, die krijgt de 4e zetel. Maar dat is niet het geval. Oh. Dus de grootste partij, de VGBK, kreeg die zetel en wij niet. Terwijl wij veel meer reststemmen hadden. Nou, dus dat vond ik heel bijzonder. Misschien een veel verbeterpuntje voor volgende keer. Maar als we dan verder kijken dan de verkiezingsuitslag. Nieuwe raad, ook nieuwe leden voor u dan. Is dan nog hoogtepunten? Er zijn geen uitschieters bij geweest, behalve dan het gemeentehuis. Om de simpele reden dat ons overal voor 100% inzet, ieder onderwerp. En je ziet pas op termijn de inbreng van PK, wat dat heeft betekend voor het beleid wat gevoerd wordt. En, ik bedoel, het is niet meteen van ProKnip van de Waard zegt dit, dus gaan we dat doen. Absoluut niet. Maar met argumenten en herhaling van argumenten kom je een stuk verder. En op welke termijn moeten we dan de dingen die u nu inbrengt in werking zien? Nou, het gemeentehuis, nu het gemeentehuis, kan wel eens op korte termijn zijn. Korte termijn. Want wij waren de enige partij die tegen hebben gestemd. En hebben op grond van financiële argumenten gedaan. Ik bedoel, wij zien ook de voordelen van een nieuw gemeentehuis. Maar om nou 27 miljoen extra in te zetten, 27 miljoen in te zetten met een rente 0,8%, dat is goedkoop. Uh-huh. Dat wilden we liever besteden voor sociale woningbouw, want dat zit helemaal vast. Afgelopen dinsdag zei de wethouder Boeren nog, wij krijgen dit niet voor elkaar. De projectontwikkelaars kunnen absoluut geen sociale woningbouw leveren. Ja. Nou, dat kunnen wij als ProKnip van de Waard wel. En we hebben gezegd, de financiële onderbouwing is gewoon slecht. Klopt niet van het nieuwe gemeentehuis. De vergelijking is met de 4 oude panden ten opzichte van de nieuwbouw. Het mag niet meer kosten. Nou, het kost aanzienlijk meer. En die onderbouwing hebben we aangeleverd en gevraagd, reageert er eens op college. En ze moeten nog reageren. Dus zo is de situatie nu. En we denken toch dat ze een groot probleem toe moeten gaan. Ja, dat verhaal krijgt dan misschien nog een staartje. Maar verder dan voor de komende tijd misschien sociale woningbouw, zei u net al. Wat kan nog meer van ProKnip van de Waard verwacht worden? Ik ben nu druk bezig, evenals de andere fractievoorzitters, met de nieuwe burgemeesterbenoeming. De vertrouwenscommissie. Ja. En die vertrouwenscommissie komt zeer regelmatig bij elkaar om een profielschets op te zetten. De burgers worden daarbij betrokken natuurlijk. Wat willen jullie voor een burgemeester hebben? En dan gaan we straks, zeg maar na de zomervakantie, gaan wij in gesprek met de sollicitanten. Ik hoop dat er sollicitanten zijn. Krijgen we een burgemeester een beetje in de trend van die we nu al hebben en daarvoor zijn geweest? Of komt er een radicaal nieuwe burgemeester? Het is zo. Burgemeester Paans hadden we. En die is maar heel kort geweest, paar maanden. En die is toen vertrokken. Iedereen weet wel waarom. En wij hebben er heel veel moeite mee gehad. Want wij vonden het een prima burgemeester. En als er iets fout gaat, dan kun je dat onderzoeken. En wij hebben toen voorgesteld dat je dat extern bekijkt. En dat kan de gemeente doen, maar ook de commissaris van de Koning. En ze hebben het allebei laten liggen. Ja, maar het is volgens mij ook gedeeltelijk omdat Paans toen zelf al zei. Die is onder grote druk gezet. Oh. Laat ik hier gewoon open en eerlijk zijn, die is onder grote druk gezet. Ja, dat maakt het verhaal een stukje anders. Nou, we hebben het ook over geschreven en het heeft ook uitgebreid in de krant gestaan. Maar ik vind het niet kunnen. Ja. Ik bedoel, voor burgemeester Paans niet, maar ook niet voor onze gemeente en ook niet voor de commissaris. Ik bedoel, wij moeten proberen in zo'n moeilijke kwestie afstand te houden, onderzoek te laten doen. En dan komt er wel een uitkomst uit en een advies. En dan kunnen we daarop reflecteren. Okay. Ik hoorde u nu al veel zeggen over de soort tweestrijd tussen ProKnip van de Waard en het college. Ook colleges en burgemeesters hiervoor. Wat voor een verandering in de bestuur zou wat u betreft moeten komen voordat u weer door dezelfde... Het wat gemoedelijker gaat. Één deur. Maar... Ja, het gaat misschien één... Maar er is enigszins wrijving. En waar komt die wrijving dan vandaan? Kijk, wij zijn een eerlijke partij. Dus wij zeggen meer dan andere partijen. Wij zijn ook niet een partij die als een meerderheid de lijn college, want het is meestal maar volgt de lijn van de coalitie, van de wethouders. Ja. Dat is volgens geen argument. Wij kijken gewoon naar het onderwerp en daar zetten we op in. En dat kan dikwijls een andere uitkomst krijgen. En wat zouden andere partijen of het college dan van ProKnip van de Waard kunnen leren waarvan u zegt dat versoepelt het proces? Kritischer zijn. Ze moeten gewoon kritischer zijn, niet volgzaam. Ze moeten die 15 minuten spreektijd onmiddellijk een streep doorzetten. Dan met elkaar in debat kunnen gaan. Nu kan het niet.
Dikkels zo, dan vragen ze mij iets en dan zeg ik, ja, 15 minuten spreektijd. Ik moet nog tijd overhouden voor die andere onderwerpen. Als ik antwoord geef, gaat dat daar vanaf. Dat kan toch niet? In de Tweede Kamer heb je ook spreektijd. Ja. Maar als men in debat gaat met elkaar, dan wordt de spreektijd stopgezet. Ja, en dat mis ik hier. Ja, dan moet misschien het reglement worden aangepast over wat het verschil is tussen algemene tijd en de debattijd dan, ja, zeg maar. Ja, dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. Nou, ja, dus... Ik heb het zoveel keer voorgesteld. Ik heb moties over ingediend. Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Ja, dat is... Dus dat is belangrijk. Verder vinden wij dat wethouders vakwethouders moeten zijn. Nu is het zo, een wethouder die staat op de lijst op nummer 1 of 2... Ja. En die is dan aan de beurt en die wordt het al. En dat dikwijls wordt onderschat, het wethouderschap. Dus iemand voor ruimte is een andere persoon met kennis dan iemand die, noem eens iets, personeelszaken doet. Of die iets van sociaal beleid doet. Daar moet je het op afstemmen. Daar staat wel tegenover. Wethouders hebben natuurlijk een brede portefeuille, omdat we natuurlijk veel taken hier hebben binnen de gemeente. Daar hebben we het unieke geval dat er zojuist een wethouder is opgestapt. Stel, de SGP was nu bij u aangeklopt en had gezegd van, zoek eens een vakwethouder hiervoor uit. Had u dan, hoeft u de naam niet bij te noemen, had u dan zo'n persoon geweten? Want we hebben ook altijd gezegd, als wij met de wethouderspositie post komen, dan komt u niet uit de partij. Die komt van buiten met kennis van zaken. Oké. Dus dat geldt voor ons. En die persoon die was dan breed genoeg georiënteerd dat hij de hele portefeuille... Absoluut. Maar ik bedoel, de SGP kan een eigen persoon zoeken. Ja. Want de SGP is groter dan alleen de Krippenwaard. Mm-hmm. Dan kijk je verder. Wat ons betreft begin je een coalitievorming gewoon openbaar. Met elkaar in gesprek. Je kunt laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Ja. En vervolgens ga je met elkaar programma's schrijven. En met elkaar zoek je de beste mensen erbij. Zo zitten wij erin. Oké. Okay. Nou, hebben we bij u ook het verkiezingsprogramma nog een keer doorgenomen. Daar pleitte u voor een dorpsraad, ja, voor iedere kern. Hoe voorkom je dat zo'n dorpsraad niet de oude gemeentekernen worden, maar dan kleiner? Dat je niet nog meer gemeenteraads... Nee, dat is zo moeilijk. Want je moet het niet te zwaar aantillen, of aantillen, we nemen ze serieus, ja, maar niet zo zwaar inrichten. Ik bedoel, iedere kern, dat bedoel ik Amersfoort, Berg, Ambacht, noem eens maar. Dan ga je in een gesprek om het uit te leggen wat de bedoeling is. En daar gaan niet de zware onderwerpen naartoe. Dus als jij een bouwlocatie zoekt in die plaats, dan ga je dat niet met die dorpsraad doen. Dat hoeft op zich niet, dan ga je dat breder doen. Maar de normale dagelijkse dingen zou ik graag mee beginnen, mee starten, met zo'n dorpsraad. En wat voor normale dagelijkse dingen moet ik dan aan denken? Een klein concreet voorbeeld? Dat kan zijn dat men problemen heeft met de vuil ophalen. Of men heeft problemen met de bus, het openbaar vervoer, of anderszins. Ja. Of met de sportverenigingen die in de problemen zitten, hoe kunnen we dat oplossen? Gewoon normale dingetjes met elkaar. Of dat je meer groen wil in de straat. Of... Ja, maar dus iedereen vanuit de gemeenteraad die komt ook natuurlijk uit zijn eigen unieke kern. Hoe voorkom je dan dat bijvoorbeeld mensen die nu al in de gemeenteraad zitten zich uiteindelijk ook weer in de dorpskern wurmt? Het is natuurlijk misschien wel politieke mensen die gaan weer het politieke systeem in. Het gaat niet over de politiek. Het gaat niet echt over politiek. Het gaat gewoon over normale dingetjes. En je vraagt gewoon aan zo'n kern in een artikel of huis en huisblad zeg je van, willen jullie het beschikbaar stellen? Dit is de bedoeling. En dan gaan we eerst een algemeen gesprek voeren natuurlijk. Oké. Maar dan kom je altijd uit. Ik bedoel, je moet ook voorkomen dat altijd dezelfde mensen daar zitten. En het gaat links of het gaat rechts. Nee, dat is politiek. Dat doen we niet aan. Ja. In zo'n dorpsraad. Ja. Het is gewoon, die mensen in zo'n dorpsraad weten precies wat er aan de hand is in zo'n kern. Nou, dat is misschien nog iets voor de toekomst. Want de afstand is groter geworden door die herindeling. Ja. En die willen we kleiner maken. Ja, dus op zich nog wel een uitdaging erin. Nog een ander punt misschien. De jacht. In Krimpenwaard is de jacht natuurlijk hier af en toe een onderwerp. U bent tegen jacht op wilde dieren. Wij zijn tegen jacht, ja. Hoe kunt u dat rijmen met bijvoorbeeld vangst voor rivierkreeften of het weghalen van muskusratten? Is dat essentieel anders dan jagen op wilde dieren? Nou haal je er net twee dingen uit die wat lastig liggen, dat weet ik. Want wij zitten meer bij de zwanen, de watervogels, noem maar op. Maar we zijn tegen jacht. Wij vinden als we schade hebben door dieren, dan schiet ze maar dood. Heb je zwanen, te veel zwanen, schiet ze maar dood. Nou, nu even naar die kreeften. Dat is echt een probleem. Ik weet het. Dat moet je proberen weg te vangen, lijkt ons. Dus voordat je iets doodmaakt, kun je eerst kijken naar alternatieven. En daar moet je echt serieus naar kijken. En het lijkt mij mogelijk om die kreeften weg te vangen. Lijkt mij. Dus voor kreeften is het, zeg maar, jacht toegestaan omdat er geen alternatieven zijn. En voor dan ganzen of weidevogels, dan zou het
iets gevoeliger liggen omdat er alternatieven zijn. Waarom zou je daarop jagen? Je kunt ze ook wegjagen. Dat is, ja, het is, dat is alles dan doodschieten. Het is wel, je moet wel populatiecontrole doen in de boeren. Nee, vertel me niet waarom. Waarom? Nou, kijk, vroeger was het zo dat die zwanen werden geleefd en die konden niet meer wegvliegen. Gelukkig kunnen ze wegvliegen. Nou. Ja, maar dan aan de andere kant boeren die zitten te klagen over... Die klagen altijd. En de schade, er is onlangs een rapport uitgebracht. De schade is afgenomen, fors afgenomen. Het aantal zwanen is iets toegenomen, maar nog geen 10%. Maar is de dus de schade en toename is in geen enkele verhouding. Maar is de schade dan misschien niet afgenomen juist door de jacht? Nee, als nee, de jacht dan wegnemen dat de schade dan weer toeneemt. Maar waarom zouden we steeds zeggen jagen in plaats van doodschieten? Okay, ik bedoel, maar, dat klinkt wel anders. Het klinkt wel anders, maar ik bedoel, de rivierkreeften moeten dood, de muskraten moeten dood. En alle beesten, wilde beesten die overlast geven, die moeten misschien dan ook wel dood. Maar ja, van u zegt... Ho even. De kreeft hoeft helemaal niet dood. Kun je wegvangen, klaar. Dat begint daarmee, serieus. Ja. Dat is niet geprobeerd. Ze hebben een stukje gedaan, dan stoppen ze maar weer mee, et cetera. Dan krijgen we de muskusrat. Dat is inderdaad een probleem. Wat ik daarvan wil zeggen is dat ze de vangmethode moeten veranderen. Want er worden heel veel andere, zelfs beschermde dieren, gedood door de muskusratvangst. Ja. En de vallen die ze opzetten, et cetera. Ja, dus daar moeten ze echt serieus naar kijken. De uitgezette otter natuurlijk, die was misschien ook gezeld door een val. Nee, maar net als de das. We hebben eindelijk de das terug. Nou zijn er ineens 5, ik noem maar wat. En het schiet me weer dood. Dat kan toch niet? We zitten helemaal... Maken ze zich maar eens druk over in deze tijd. Dat de dieren de weg steeds oversteken, hè? In de paartijd. Maak daar nou eens een mogelijkheid dat er minder dieren worden doodgereden. Maar daar hoor ik niemand meer over. We vinden het normaal dat er overal dode dieren op de weg liggen. Ja, is toch... Raar is dat toch? Ja, dat is misschien toch wel de strijd tussen natuur en de mensen. We staan er niet bij stil. Die toch misschien wel wat actueler is geworden de laatste tijd, maar toch nog hier en daar Het is goed dat wij er zijn en af en toe eens eventjes naar te wijzen. Het moet op de agenda blijven. Absoluut. Een ander ding. U wou dat de Algrabrug niet meer open ging voor de recreatievaart. Ja, dat klopt. Gaan wij daarover? We gaan erover. Wij kunnen het in ieder geval aankaarten. En dat doen we, maar nog te weinig. Want er is nog niet zo erg veel veranderd. Hè? Door de inbreng van Pro-Kip en Waard gaat die brug minder open. Dat is gewoon zo. Maar ik heb er eens een tijd gezeten op zo'n bankje en gekeken hoe dat gaat. Nou, het is echt van de gekken natuurlijk. Hè? Dat er hele files ontstaat omdat er één boot met een mast, die je niet gebruikt, erdoor moet. Hij kan die mast ook neerhalen. Ja, waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Die brug hoef ik altijd nooit open. Ik heb geen boot. Ze kunnen ook de andere kant op varen, want daar is geen brug. Ja, maar... Nee, maar het is van de gek. Echt waar. En ik stoor me aan die files. En door files krijg je ook meer vervuiling in de lucht. Laten we ook eerlijk zijn. Ja. En dat is toch simpel op te lossen met elkaar? Ja, misschien moet je dan ook denken aan andere ontsluitingsmethodes. Want net had ik een gesprek met de VVD. Die had het over een mogelijke brug tussen... hier en Ridderkerk. Is dat dan ook niet een... Nee, dat is geen oplossing en dat is een oud idee. En gelukkig is dat door de provincie afgeschoten. En door de overheid. Rijkswaterstaat en zo. Het plan van de VVD was inderdaad die extra brug. En 10.000 woningen in de Krimpen en Waard bouwen. Nou, die zijn niet goed bij de hoofd, laat ik het zo maar zeggen. Nee, maar wij zijn een aparte gemeente, hè? Ja, ja. En als we hier verstedelijking willen, niet onze keus, ja, zeg het dan gewoon. Maar daar krijg je later heel veel spijt van. Ja. Je moet het groene hart groen houden. Dus, En dat is ook voor de boeren trouwens. Hè? Want wij zijn een partij voor boeren, maar die natuur inclusief werken. Hè? Ja, dat is een toekomstgerichte partij. Juist. Dank u voor uw komst. De tijd zit erop. Genoeg gereflecteerd voor snel. Ja. En bij ons aangeschoven is Ton van Dorp van de ChristenUnie. Ton, welkom. Ja, dankjewel. Ruim een jaar verder na de verkiezingen. Hoe kijkt ChristenUnie terug op dat jaar? Nou, het was wel een boeiend jaar, vind ik. Ik loop al wat langer mee in de politiek en ik heb al het een en ander meegemaakt. Maar dit was toch wel een roerig jaar, vond ik. En met name, denk ik, omdat er in de landelijke politiek zoveel gedoe is. Er zijn natuurlijk nogal wat onderwerpen die daar spelen en die dus vervolgens ook de provincie en ook zeker de lokale politiek raken. Dus we denken aan de stikstof. Ze denken aan dat wat er gebeurt op het gebied van de jeugdzorg. Mensen die het toch heel lastig hebben om financieel rond te komen. Het gas, het Russische gas, Oekraïne. Met ook heel veel opvang, ook in de Krimpen en Waard.
En nou ja, heel specifiek voor de Krimpenerwaard ook wel het wonen, het bouwen. Gebrek aan woningen voor de jeugd bijvoorbeeld. Nou, dat zijn toch allemaal wel onderwerpen dat ik denk van een roerig jaar. Een uniek uitdagend jaar en dan nog met zoveel nieuwe mensen erbij. Dat is ook nog weer zo. We hebben natuurlijk de verkiezingen gehad en daarvoor heel veel nieuwe gezichten gekregen. Nou, dat is op zich hartstikke leuk en dat is ook heel fris en dat is ook denk ik heel goed. Het zou ook niet verkeerd zijn natuurlijk als we een beetje historie houden. En dat moet nu komen van al die mensen met die grijze haren. Dus dat wordt goed gecompenseerd doordat we ook heel veel jeugd hebben. Ook in de raad en in de commissies. Dus dat is wel heel mooi. Maar nieuwe gezichten geeft uitdagingen natuurlijk. Hè? Nieuwe gezichten in het college, nieuwe gezichten in de raad. En als we dan terugkijken ook op die uitdagingen van het afgelopen jaar. Wat is dan een hoogtepunt voor ChristenUnie? Waar is de ChristenUnie echt tegen de uitdagingen ingegaan? Heeft zich goed op de kaart gezet en gezegd, dit is mijn hoogtepunt? Ja, weet je, mensen vragen wel eens van waar ben je dan trots op? Zo'n jaar. En dan denk ik van ja, trots. Ik ben niet zozeer omdat ik trots wil zijn. Ik ben in de politiek omdat ik gewoon goede dingen wil doen. Ja, mooie dingen voor inwoners. Je wil dus ook wel iets goeds doen. En iets moois doen waar je ook later op kan terugkijken. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Zijn er van dat soort momenten? Zeker. Nou, we hebben toch wel een aardige momentjes gehad het afgelopen jaar. Antonie Thom, mijn collega in de Raad van de ChristenUnie, heeft zich heel druk ingezet voor de kleine windmolens bij de boerderijen bijvoorbeeld. Maar ook voor zonnepanelen in beschermde dorpsgezichten. We zijn denk ik aardig bezig geweest met het nieuwe gemeentekantoor. Ook iets waar we toch best wel moeite mee hadden. We dachten van ja, als je nou de hoofden telt, moet je dan tegenblijven. Dat schiet ook niet zoveel op. Dus laten we kijken of we de plannen enigszins kunnen bijsturen. We hebben daarbij bijvoorbeeld ingezet op de achterblijvende locaties. We vinden het van belang dat daar een goede invulling voor komt. Woningen voor jongeren, maatschappelijke functies. En we hebben als raad een klankbordgroep in kunnen stellen. Dus als raad mee kunnen denken, mee kunnen besluiten, adviseren over het hele traject. Dat is ook wel belangrijk. Dus het is niet het feestje geworden van het college, maar het wordt het feestje van de raad of het feestje van de hele gemeente. Want het wordt natuurlijk ook het huis van de gemeente. Ja, dat is een mooi jaar. Als we dan naar iets verder kijken, toekomende tijd, waar gaat ChristenUnie zich dan op inzetten? Wat is iets waar we in de toekomst kunnen zeggen, fijn dat dat gedaan is? Belangrijke punten voor de ChristenUnie zijn bijvoorbeeld de familie en het gezin. Ik heb vorig jaar toen het coalitieakkoord kwam al aangegeven dat ik vond dat dat onderdeel eigenlijk te slecht naar voren kwam. Dat komt dat misschien ook omdat ChristenUnie niet meer meedeed? Ja, dat zou kunnen. Maar wij vinden het in ieder geval een belangrijk onderwerp. Dus daar zouden wij ons graag hard voor maken, ook de komende tijd. En verder hoop ik voor de politiek is algemeenheid, en dan kijk ik ook een beetje naar het huidige college wat er zit, dat we ook plannen gaan uitvoeren en niet alleen plannen gaan maken. We hebben het afgelopen jaar gezien dat er nog veel wordt uitgevoerd wat al door vorige colleges in gang is gezet. Maar heel veel nieuwe dingen staan nog niet op stapel, dus daar moeten we nu wel van komen. Even kijken naar het bouwen, waar ik het net al over had. Het bouwen voor de jeugd, maar dat geldt natuurlijk ook voor de ouderen. Daar waren hoge ambities, een versnellingsagenda, een woonvisie. De woonvisie wordt hard aan gewerkt. Komt binnenkort. Dat komt binnenkort in de raad. En dat is een belangrijk document, hè, want dat is natuurlijk een basis. De versnellingsagenda blijft nog een beetje hangen. Waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat, wanneer gaat die schop in de grond? Hè? Wanneer komen die huizen er nou voor onze jongeren en voor de ouderen? En daar blijft het op dit moment natuurlijk nog bij hangen. Dus de bedoeling is dat we die plannen en die woonvisie prachtig, mooi afronden en dan gaan bouwen. Dus wat u betreft gegrond, maar vooral heel snel aan de gang? Zeker, maar natuurlijk wel met beleid. Ja, daarom zeg ik ook gegrond, want het moet natuurlijk niet over één nacht ijs gaan. Nee, en we weten allemaal, dat moeten we natuurlijk er wel bij zeggen, het zijn vervelende en langdurige trajecten. En je wil dat altijd sneller en dan is er soms toch weer een bezwaar of er gaat iets naar de Raad van State en dan duurt het. En dan denk je met z'n allen van, oh, kon dat nou maar sneller? Dus dat moeten we natuurlijk altijd erbij betrekken. Maar we moeten echt wel gaan realiseren nu. Okay. En jongeren is belangrijk, voor ouderen is ook belangrijk, want er staan veel te veel mensen op de wachtlijst.
En we hebben natuurlijk ook een extra opgave met asielzoekers die we moeten zien te vervullen. Dus we hebben echt uitdagingen. En we willen onze jongeren, hè, ja. Jongeren zoals jij, willen we natuurlijk graag in de Krimpenerwaard houden. En op dit moment moeten ze helaas naar buiten, omdat we geen woningen hebben. Ja, en dat is triest. Er wordt wel dan vaak door de gemeente het magische getal van 3000 extra woningen genoemd. Is dat dan genoeg, denkt u, voor die komende tijd? Ik zou ze meteen willen neerzetten, als het kon. We hebben ja, er afgelopen... Iedereen wil ze neerzetten, maar zodra ze er staan, zijn we dan uitgebouwd of moeten we dan verder? Nee. Voor de nieuwe woonvisie gaat ook al uit van 4000 woningen en tot 2040. Dus de termijn wordt ook opgetrokken. Dus nee, we zullen ook daarna nog moeten blijven bouwen. Maar de afgelopen 6, 7, 8 jaar hebben we maar 600 woningen kunnen bouwen. Dus blijven we nog heel ver achter van die 3000 die we... toen ook in de plannen hadden staan. Dus daarom zeg ik van, ik zou al heel blij zijn als we die 3000 de komende jaren kunnen gaan realiseren. En dat feit dat we dan niet gebouwd hebben de afgelopen tijd, ligt dat dan aan gemeenten of ligt dat aan hogere overheden? Ja, dat is een ingewikkeld proces, want er zijn natuurlijk veel overheden die zich hiermee bemoeien. Op dit moment hebben we een overheid, landelijke overheid die roept van, je moet flink bouwen. Minister die dat ook graag wil. We hebben een lokale overheid die graag wil bouwen, hè, gemeente Krimpenerwaard. Maar daartussen zit een provincie en die wil ook nog wat. En die moet, houdt ook onder andere in de gaten of het groene hart een beetje groen blijft. Zijn er net verkiezingen geweest? Dus... werkt wel erg vertragend, hebben we gemerkt. We hebben geconstateerd dat als we willen bouwen, dat het niet allemaal meer kan in de kernen. Dan ga je ook die hele kernen volbouwen en blijft er geen stukje groen over. Dus je moet toch een beetje aan de randen van de kernen gaan bouwen. En daar kom je dus op het terrein van de provincie. En daar moet je de provincie mee krijgen. En daar hebben we dus veel invloed en power nodig richting die provincie. En hoe krijg je dan dat soort power? Wat voor tools gaan wij dan inzetten? Nou ja, de power moet natuurlijk komen ook vanuit het college. Die gaat die uitvoeringstaken op zich nemen. Maar we hebben daar denk ik als politiek, als partijen, als fracties ook allemaal een opgave. Dus we zullen daar allemaal voor en aan moeten werken en gezamenlijk moeten werken. Okay. En blij dat in dit traject wat minder oppositie-coalitie is. Nee, we moeten samen, want we zijn samen in touw en we hebben samen de opdracht om dit te gaan realiseren. Iedereen is het hier wel over eens. Dan misschien een onderwerp die wat unieker ChristenUnie is, ook omdat we in uw verkiezingsprogramma hebben gekeken. Daar heeft u het over snelfietsroutes. Die naar Schoonhoven zouden moeten gaan. Ja. Komen die er nog? Dat is wat ons betreft eigenlijk wel een heel mooi uitgangspunt. Sowieso vinden wij de fiets belangrijk. Hè? We zijn ook initiatiefnemer geweest voor de fietsagenda een aantal jaren terug. Omdat met name in dit landelijk gebied, waar we toch een gebrek hebben aan openbaar vervoer bijvoorbeeld. En mensen dus heel snel in de auto stappen. En we eigenlijk die fiets een beetje overslaan. En dat vinden we jammer. Want dat zijn van die mooie afstanden om toch op de fiets te kunnen doen. Hoe trekt een gemeente dan de burger weer op de fiets? Wat kunnen we daarvoor doen? Onder andere ook voor de recreant natuurlijk een fantastisch gebied. Hè? Dus een prachtig gebied om zaterdag en zondag of door de week s'avonds te fietsen. De recreanten die dagelijks in de file staan natuurlijk. Dat zijn vooral de inwoners, de burgers. Maar hebben die dan ook... kunnen die ook allemaal overstappen op een fiets? Of zijn er alle bezwaren? Kijk, iedereen is natuurlijk altijd lastig. Hè? Maar ik vind dat we de fiets veel meer zouden moeten stimuleren. Nog en veel meer zouden moeten gebruiken. Ook vanuit de overheid? De overheid heeft daar wel regels voor natuurlijk. En subsidies, subsidiemogelijkheden ook. Maar ook daar zitten echt nog wel kansen. Ik ken van een zorginstelling in Gouda die de medewerkers allemaal een fiets hebben gegeven, elektrische fiets, waardoor het autogebruik beduidend is afgenomen. De zorgverlening is feitelijk even snel, want auto's met name in stedelijke gebieden parkeren is ook nogal een uitdaging. Dat is misschien dan ook iets voor het nieuwe gemeentekantoor. Expres de parkeerplaats klein maken en veel elektrische fietsen. Je moet in ieder geval zorgen dat er voldoende ruimte is voor fietsen. En dat die ruimte, de fietsen, ook dichtbij het kantoor geparkeerd kunnen worden. En de auto's dan iets verder weg. Ja, dus misschien daar... Die snelfietsroute is daar natuurlijk ook een mooie aanvulling op. Hè? Maar het ligt natuurlijk veel breder. Veilige fietsroutes is de totaliteit is natuurlijk van belang. Ja. Bij scholen veilig met de fiets naartoe kunnen komen. Ook een van de punten waar we ons hard voor maken en blijven maken. Ja,
U had het net al over dat het een roerig jaar was, ook met de boeren en de stikstof en dat soort dossiers. U heeft ook in uw verkiezingsprogramma destijds al gezegd dat er spanning is tussen de ruimte voor natuur en de ruimte voor de boer. En daarom moeten we boeren meer in het dialoog gaan betrekken. Is dat al enigszins van de grond? Nou, we hebben daar zelf het initiatief in genomen afgelopen juli volgens mij, al vrij snel nadat er weer heel veel plannen kwamen. Dat we zeiden van we moeten als lokale overheid een vliegwiel gaan zijn richting provincie, richting landelijke overheid. Maar voor ons is de provincie natuurlijk als eerste het aanspreekpunt. Daar hebben we toen ook een motie voor ingediend en daar ging de hele raad in mee. Want feitelijk, als je kijkt wat we de afgelopen jaren gedaan hebben op het gebied van landbouw en op het gebied van agrariërs, is het best heel veel. En het lijkt wel of dat een beetje vergeten wordt in het beeld wat nu geschetst is. We hebben in de Krimpenerwaard 2450 hectare natuur ontwikkeld de afgelopen jaren. We hebben daarvoor boeren verplaatst en uitgekocht. Hele ingewikkelde trajecten soms, tot aan de Raad van State toe. En we hebben heel veel geïnvesteerd in allerlei pilots. Pilots op het gebied van waterinfiltratie, op het gebied van weidevogels. Pilots op gebied van klei in veen om de bodemdaling goed in beeld te brengen en tegen te gaan. En je ziet nu dat die pilots die gestart zijn en die ontwikkeling die we toen in gang gezet hebben, erg gefrustreerd wordt door de onzekerheid die nu door de landelijke overheid over ons is afgeroepen. En dat is ontzettend jammer. Nou, daar hebben we onder andere dus die motie voor ingediend. En ik heb ditzelfde verhaal twee weken terug ook nog eens een keertje namens de hele raad gehouden richting de commissaris van de Koning. Want nou, wellicht kan hij iets betekenen, ook richting de minister, om die duidelijkheid snel te krijgen in de Krimpenerwaard. Ja, dat de gemeenteraad toch een soort van dialoog nog blijft aangaan, ook met de boeren. Ja, en niet alleen met de boeren, maar ook natuurlijk met de natuurpartijen. Hè? Ja. Want we komen met z'n allen er steeds meer achter dat het buitengebied enorm onder druk staat door al die, die claims die we erop hebben. Want we hebben het over landbouw, agrariërs, we hebben het over natuur, maar we hebben het ook over woningbouw richting die randen van die kernen. We hebben het over allerlei ontwikkelingen in verband met de regionale energietransitie. En dat buitengebied wordt niet groter. Dus we zullen daar een goede balans in moeten vinden om dat allemaal in te kunnen passen. Nou ja, een rumoerig jarigte er hopelijk dat het komende jaar wel alle uitdagingen aan worden gegaan, maar dat het een stuk rustiger wordt. Onze tijd zit er helaas op. Oh, dat is ook weer snel. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Bedankt voor uw komst, maar het is gedaan met de reflectie.